Hey guys, leuk dat je kijkt naar deze video. Het is al best wel een tijdje geleden dat ik heb geüpload. Ik had namelijk SE-week, dus ik had eventjes geen tijd. Maar hier ben ik weer. En ik ben echt heel erg excited voor deze video. Ik ga namelijk een week lang mondkapjes mijn outfits laten bepalen. Dus gewoon met mijn ogen dicht een random mondkapje pakken. En met dat mondkapje moet ik dus een outfit bedenken. Dus ik ben heel erg excited, want ik heb de laatste tijd gewoon een beetje nieuwe kleding. Ik moet in de gangen mondkapjes dragen op school, dus als ik van lokaal naar lokaal ga. Dus ik moet elke dag wel gewoon een mondkapje hebben. En dan vind ik het ook wel leuk om mijn outfit een beetje te baseren op mijn mondkapjes, dat alles lekker matcht. By the way, ik heb mijn haar kort geknipt. Maar laten we nu in ieder geval gaan beginnen met deze video. Oké, ik heb nu nog gewoon een chill outfit aan. Maar ik ga dus mijn eerste outfit uitzoeken. Dit zijn alle mondkapjes die ik heb. Ik zal ze eventjes allemaal laten zien. Als eerst heb ik deze. Volgens mij zijn ze trouwens allemaal van de Kruidvat of zo. Als je afvraagt waarom ik zoveel mondkapjes heb. Deze is bijvoorbeeld van mijn moeder, maar hij is gewoon gewassen. Dus ik kan hem nu wel gewoon eventjes op. En verder vind ik het gewoon leuk om een outfit te baseren op mijn mondkapjes. Dus vandaar dat ik er zoveel heb. Maar dit is de eerste. Hij is best wel veel blauw. Ik had zelf ook een andere blauwe, maar die ben ik kwijtgeraakt. Ik heb geen idee waar die is. Maar ja, we doen het eventjes met deze. Dan heb ik deze. Dit is echt mijn favoriet, denk ik. Ik draag deze gewoon heel vaak. En ja, hij heeft dus van die ruitjes. En deze is ook van de Kruidvat. Dan natuurlijk gewoon de basic. Het kan dus ook zijn dat ik deze pak en hier een outfit op moet baseren. Dan heb ik een witte. Dus hiermee kan ik eigenlijk bijna alles als ik maar gewoon een beetje wit in mijn outfit heb. De volgende is een zwarte. Hier kan je natuurlijk ook heel erg veel mee. Je kan gewoon een zwarte trui aan of een zwarte broek. Ja, je kan hier ook gewoon heel veel mee. Dus dat is gewoon handig om te hebben. Dan heb ik een roze. Echt super cute. Deze is van de Action trouwens. Hij is iets groter. Maar ik heb hier echt al een hele leuke outfit mee in gedachten. Dus ik hoop echt dat ik deze pak. En dan als laatste heb ik een rode. Deze heb ik nog geen één keer gedragen. Maar ik denk dat dit ook best wel leuk is met een rode trui of iets. Ik denk dat ik er wel een outfit mee verzin. Dus dat zijn alle mondkapjes. En laten we dan nu maar een mondkapje pakken en de outfit bedenken. Oké, ik heb even een mandje gepakt. Dan ga ik ze hier allemaal in doen. En dan ga ik er nu eentje pakken. De rode. Oké. Ik weet echt nog niet wat ik hiermee moet. Want ik heb deze nog geen één keer gedragen. Dus. Maar oké, ik ga nu eventjes in mijn kledingkast een outfit uitzoeken. En dan ben ik zo bij jullie terug als ik de outfit aan heb. Oké, guys, ik heb de eerste outfit uitgekozen. Ik vond het best wel moeilijk met het mondkapje. Want het matcht niet precies met mijn rode trui. Want die zijn gewoon iets roder en dit is iets meer zalmkleurig. Maar ja, kijk, dit is dus het mondkapje. Ik heb hem nu eventjes niet op, want dan hoor je me echt heel erg slecht als ik praat. Maar daarbij heb ik deze outfit gekozen. Deze broek is eigenlijk een tuinpak, zoals je ziet. Maar ja, ik doe er dan gewoon een oversized trui over. En als je een oversized trui aan doet, zou ik altijd gewoon een beetje zo doen. Dus dat je hem gewoon een beetje zo naar de voorkant haalt. En dan kan je gewoon zo je hand in je broekzak doen. Dat vind ik heel erg leuk op foto's. Dus dat is hoe ik oversized trui altijd stel. En ja, deze broek is dus eigenlijk een tuinbroek van de H&M. Echt al van 2 jaar geleden. Dus ik denk niet dat hij nog te koop is. En deze trui is ook van de H&M. Er staat op Harvard University. Het is natuurlijk niet een echte Harvard trui. Ik draag hem ook niet zo heel vaak. Maar ik dacht, ja, het is wel leuk om dat rood erin dan te combineren met het mondkapje. Het is alleen een beetje onhandig dat het een heel tuinpak is. Maar ik vind het wel een hele leuke outfit. Dus dit is outfit nummer 1. Oké, dit mondkapje heb ik dus gehad. Dus die ga ik nu gewoon uit het bakje halen. Want anders pak ik hem nog een keer. En dat is natuurlijk niet zo leuk. Dus, dit was het eerste mondkapje. Ik vond het nog best wel een challenge om hiermee een outfit te bedenken. Want het matcht gewoon niet precies met het rode. Want deze is natuurlijk iets lichter rood. Maar ik vind dat het nog best wel een leuke outfit is geworden. Dus dan heb ik hier weer mijn bakje met mondkapjes. En dan ga ik nu weer een andere pakken. Even helemaal lekker husselen. Een witte. Ik heb hier denk ik wel een outfit mee in gedachten. Hier kan je natuurlijk echt heel erg veel mee. Dus ik ga hier gewoon een van mijn favoriete outfits mee doen. Ik heb
heb de volgende uitgezocht. Ik heb dus dit witte mondkapje gepakt. Dus ik dacht, wat moet ik hiermee? Maar ja, wit is natuurlijk best makkelijk op zich. Omdat je er heel veel mee kan. Maar ik wilde wel iets wits aan. Dus ik heb dit witte vestje aan. Hij is van de H&M. Echt al van 10 jaar geleden, denk ik. Of 5 of zo. Maar het is een oude van mijn moeder. En dit heb je ook gewoon bij de Brandy. Dus als je dit heel erg leuk vindt, kan je gewoon bij de Brandy Melville kijken. En dan heb ik deze joggingbroek van de Brandy Melville. Hij zit super chill en ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik doe deze soms ook aan naar school op vrijdag of zo. Als ik gewoon nog maar 2 uurtjes of zo naar school moet. En ja, ik vind dit wel gewoon leuk. Omdat het niet echt een hele luie outfit is. Maar het zit toch heel erg comfy. En het is gewoon een leuke soort kleur joggingbroek. Hierop staat Newport Beach, California. Dus dit is een comfy, maar leuke winter- en herfst outfit. Het witte mondkapje is dus geweest, dus die ga ik nu wegleggen. Dus ik heb er nog maar een paar over. Ik heb nu 2 outfits gehad, ik ga er 5 doen. Oké, laten we eens eventjes gaan kijken welke ik pak. Blauw. Oké, hier ben ik heel excited voor. Ik hoopte al dat ik deze een keertje ging pakken. Hij is dus echt felblauw, maar dit matcht heel erg goed met een spijkerbroek. En ik heb een hele leuke spijkerbroek die ik graag wil gebruiken met deze outfits. Dus ik weet sowieso al wat voor outfit ik ga uitzoeken hiermee. Ik heb de outfit met het blauwe mondkapje gekozen. Dit is echt letterlijk mijn all-time favorite outfit gewoon. Want de broek en de trui vind ik gewoon echt geweldig. Ik ben gewoon obsessed. Dus dit is de trui. Hij is van Brandy Melville. Heel veel mensen vragen het altijd. Hij is mega oversized zoals je ziet. Want hij komt letterlijk helemaal tot hier. Maar ik ben gewoon zo erg obsessed met oversized truien. Het zit gewoon zo lekker. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te stylen. Dus ik heb hier dan een strikje in gedaan. Je kan het ook gewoon los laten hangen. En dan heb ik dus daarbij deze blauwe broek. Want dat matcht dan met het blauwe mondkapje. Deze broek is van de H&M. Het is een vintage straight leg jeans. Dus zoals je ziet gaan die pijpen gewoon helemaal recht. En dat vind ik dus heel erg leuk. Het is een soort van flare, maar ook weer niet. En hij heeft een beetje gaten hier. Dus ik vind het gewoon heel erg leuk. En ik hou echt van die vintage stijl. En ik ben gewoon zo obsessief met deze outfit. Dus ik ben echt blij dat ik het blauwe mondkapje heb gepakt. Want die is gewoon lekker makkelijk te combineren met deze broek. Dus dat is deze outfit. En dan gaan we nu door naar de volgende. Oké, ik kan dus dit mondkapje niet meer kiezen. En ik heb nog 2 outfits te gaan. En ik heb er nog 4 over. We gaan er sowieso 2 overhouden uiteindelijk. Maar ik ben benieuwd wat ik nu ga pakken. Oké, ik heb deze gepakt. Hij heeft dus van die ruitjes. Op zich best moeilijk te combineren, denk ik. Dus ik ga even kijken waarmee ik dit ga doen. Aan de ene kant is het wel makkelijk. Maar het is denk ik wel leuk als ik iets met zwart en wit heb. Dus ik ga even kijken. Anders is het misschien ook leuk om iets van grijs en wit te combineren. Dus ik ga hier mijn outfit uitzoeken. En dan ben ik zo terug met de outfit aan. Ik heb de outfit met dit mondkapje uitgezocht. Ik heb deze outfit nog geen 1 keer gedragen, maar ik vind het best wel leuk. Het is lekker zwart-wit, zoals het mondkapje. Dus als eerst heb ik dit shirtje aan van de Brandy. Hij heeft hier dus van die knoopjes en de mouwen zijn best wel lang. Maar dat vind ik heel erg fijn, want dan is hij lekker comfortabel. En dan heb ik deze broek van de H&M erbij aan. Hij is dus zwart, het is een mom jeans. En daar heb ik dan zo'n veter omheen gedaan, want anders ja, is hij wel een beetje groot. Aan de onderkant heeft hij ook van die rafeltjes, maar je kan hem ook gewoon oprollen wat je zelf wilt. En ja, het is eigenlijk best wel een nette outfit, maar ook weer een beetje vintage of zo. En ik vind het best wel een cute outfit voor met het mondkapje. En een tip voor als je broek dus een beetje te groot is, maar je geen leuke riem hebt, is om gewoon zo'n veter te gebruiken. Het ziet er heel erg leuk uit en het helpt echt, want dan is je broek gewoon iets strakker. Ik ben gewoon ook obsessief met dit shirt, net als met alle kleding van de Brandy. Ik weet dat het niet een heel goed merk is, omdat ze maar 1 maat hebben. Maar ja, sommige dingen zijn dus ook heel erg oversized, zoals die trui van net. Dus ik koop eigenlijk alleen maar dat soort dingen. Dit past ook wel iedereen, omdat het gewoon echt best wel ruim is. Maar ja, dit is dus de 4e outfit alweer. Dus dan ga ik nu de laatste outfit uitzoeken. Oké, ik heb nu nog maar 3 mondkapjes over. Dus ik ga lekker grabbelen. Roze. Oh my god. Oké, dat vind ik heel leuk. Dus de 2 meest basic zijn eigenlijk overgebleven. Dus ik ben heel erg excited voor deze laatste. Dit mondkapje is trouwens van Action. Dus ik ga hier nu de laatste outfit mee uitzoeken.
Never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Sad that you never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no I'm not your man. I can blow your mind like whoa. Why be faithful when you die? Ik heb de laatste outfit aan met dit mondkapje. Hij matcht echt perfect met mijn roze trui. Deze trui is van de Pull & Bear, de mannenafdeling. Ik ben er erg obsessief mee, ik heb hem sinds kort. Dit is de trui, hij is dus van de Pull & Bear, van de mannenafdeling. Mijn tweelingbroer heeft hem ook, dus we hebben allebei dezelfde trui. Deze broek is eigenlijk van mijn zus, maar volgens mij is die van de Bershka. Hij is denk ik ook niet meer te koop, want mijn zus heeft hem echt al een jaar of 2 jaar of zo. Dit zou ik natuurlijk ook kunnen matchen met dat ruitjesmondkapje, maar dat vind ik dan ook wel weer een beetje te heftig. Ik doe trouwens gewoon bij al mijn outfits witte Nike's, want dat matcht gewoon lekker met alles. En ja, ik vind het een hele cute outfit. Dit is gewoon iets meer girly, zeg maar. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk dat het mondkapje dus matcht met deze trui. Dus dit was alweer de laatste outfit. Dat waren dan alle outfits met alle mondkapjes. Ik vond het echt heel erg leuk om gewoon outfits te baseren op mondkapjes. En deze zijn dus eigenlijk allemaal van de Action en de Kruidvat. Het is gewoon heel erg makkelijk om een leuk mondkapje te vinden. Je kan er natuurlijk ook altijd een bestellen of zelf een maken of zo. Belangrijk is natuurlijk wel dat je ze af en toe wast. Dat doe ik ook gewoon. Dus als je deze video leuk vond, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En doei, tot de volgende keer.